Hallo, ik ben Zeynep Ahmadi, ik ben 14 jaar en ik ben geboren in Afghanistan en ben al bijna 9 jaar hier in België. We hebben met vrienden afgesproken een bord gemaakt en we zijn dan op straat gaan staan en stilgestaan en 8 minuten en 46 seconden gestaan en laten zien aan mensen dat wij toch hier ook protesteren en dat we hier ook een stem hebben. En met die 8 minuten en 46 seconden bedoelen we dat is de tijd hoe lang dat George Floyd doodging. En daarom was het 8 minuten en 46 seconden tijd dat we dat deden. Omdat er hier ook veel buitenlanders komen van oorlogslanden of ik weet niet wat, om een betere leven te starten. En voor de mensen hier in België is dat niet zo normaal. En wij hebben onze gewoontes en zij hebben hun gewoontes. En dan is dat moeilijk om met elkaar te communiceren. En daarom komt er problemen erdoor en komen racistische commentaren of ga terug naar je land enzovoort. Ik hoop dat het hier in Amerika en overal stopt met racisme van zwart naar buitenlander, naar moslim. Eerst sowieso, omdat het probleem veel groter is bij zwarten, dat het daar al oplost en dat ik weet dat dan buitenlanders en moslims ook als mensen gezien worden. Vindel!